Welkom bij nog een wirelessinfo.be tutorial over de MikroTik router. En ik ga hier een vervolg maken van de NAT configuratie van de MikroTik router, namelijk NATMAP. Met NATMAP kan je dus een openbaar IP-adres of IP-adres range koppelen aan een lokaal IP-adres of IP-adres range. Wij moeten hier twee NAT rules aanmaken, namelijk een destination en een source NAT rule. Dus de datapakketten moeten gekoppeld worden, de inkomende datapakketten moeten gekoppeld worden aan de privé IP-adres of IP-range, en omgekeerd moet dus het privé netwerk gekoppeld worden aan het externe netwerk. Goed, wat moeten we daarvoor doen? We gaan eerst en vooral naar IP, firewall, en bij NAT gaan we een nieuwe NAT rule aanmaken. Klik daarvoor op het blauwe kruisje. Bij chain gaan we eerst destination NAT selecteren. En als destination adres geef ik hier een fictief publiek adres in. Dat is namelijk 73 53. En als in-interface gaan we dus de Ether 1-1 nemen. Dus de in-interface is Ether 1 en die gaat naar destination adres. Als die komt van het destination adres 73.222.253, gaat die gekoppeld worden aan het intern IP-adres. Dus wij gaan nu over naar Action en we gaan hier NATMAP selecteren. En To Addresses zetten we nu 192, 180, 60, 88.1. Dat is een voorbeeld. Je kan bijvoorbeeld ook een volledige IP-range gaan koppelen. Goed, klik op Apply. Oké. Hier is onze eerste NAT rule al aangemaakt. Wat moeten we nu doen? We gaan een source NAT NAT rule aanmaken. Klik daarvoor terug op het blauwe kruisje. We gaan hier een source NAT selecteren en als source adres gaan we het privéadres ingeven van de te bereiken host. Bij source adres gaan we nu hier de out interface Ether 1-1 selecteren. En als action gaan we terug NATMAP selecteren en to address. Nu moet je het externe adres ingeven van je router.
Zo. Dat is nu wat betreft de netmap configuratie van één bepaald IP-adres. Maar je kan dus ook een volledige IP-range gaan koppelen. Dus we gaan terug hier even op klikken. En hier, die 53, gaan we hier /24 maken. En bij action gaan we ook de /24 nemen. Maar ik denk als dat een 24 is, gaan we zo. Klik op apply en op OK. En hier doen we net hetzelfde. We gaan hier het volledig netwerk ingeven. En als action gaan we hier ook de volledige netwerk ingeven. En klik op apply. Dus nu is Hans de /24. Neem nu dat een /24 publiek IP is, of je IP range is, gaat die gekoppeld worden rechtstreeks naar uw privé IP range. En dit is namelijk netmap. Indien je deze tutorial interessant vindt, zou ik graag hebben dat je deze deelt en eventueel laat reactie na, zodat ik weet of je het interessant hebt gevonden of niet. Ik dank u voor uw aandacht en indien je deze tutorial wil delen op social media, wordt dit zeker gewaardeerd. Ik dank u voor uw aandacht nogmaals.